wij hadden een hele opvatting over het collectiviseren van taken. Maar dat ging ook wel samen met die kritiek op het kerngezin, zoals ik daarnet heb gezegd. Wij hadden een idee dat je van dat kerngezin af moest, dat mensen vrij moesten kunnen kiezen met wie dat ze samenleefden, met wie ze kinderen hadden, met wie ze geen kinderen hadden. Dat echt scheiden veel gemakkelijker zou moeten kunnen. Alleen dat mensen zelf bepalen, vrij bepalen, hoe en met wie ze relaties aangaan. Dat is een heel belangrijk idee. En in dat kader hadden wij de opvatting dat je dat anders samenleven tussen mensen zo kon organiseren dat je al die taken die nu in het kerngezin zitten, gaat collectiviseren. Je kunt ook collectief gaan wonen, waarbij, je moet daar niet allemaal op een hoop gaan wonen, maar waarbij je eenheden kunt hebben, waar mensen in koppel of op een andere manier, dat moeten ze zelf maar bepalen, maar waar je bijvoorbeeld het wassen, eventueel het koken, al die dingen collectief kunt organiseren, wat ook goedkoper is, maar misschien ook wel handiger is, enzovoort. Ook de opvang van kinderen, vonden wij, kunt je op die manier collectief organiseren. Maar dus het ging heel erg samen met de idee, je moet ook af van dat kerngezin. We gaan op een andere manier samenleven. Er zijn wel een aantal experimenten op dat vlak geweest, wat niet echt gemakkelijk is, omdat heel onze wetgeving afgestemd was, en voor een groot stuk nog altijd is, op die idee van het kerngezin van man, vrouw en kindjes. Dus ja, het is nog een hele weg te gaan op dat vlak.